De studenten van Leiden die vonden eigenlijk dat het nodig was dat er een politieke partij was die de jongeren van de stad echt goed ging vertegenwoordigen. We zagen de afgelopen jaren dat het heel slecht gebeurde bij D66, bij GroenLinks, bij de VVD. En daarom hebben we besloten om toch maar zelf de politiek in te gaan. In Leiden is Studenten voor Leiden een nieuwe lokale politieke partij. Partij Sleutelstad bestaat al langer. Die partij kwam de laatste jaren vooral in het nieuws door afsplitsingen. Wij zijn eigenlijk ontstaan uit onvrede over hoe de politiek functioneerde in Leiden. Er wordt te weinig geluisterd naar Leidenaren. De inspraak van burgers wordt steeds naast zich neergelegd. En dat is iets wat wij echt anders willen. We willen bijvoorbeeld dat er een referendum komt, een laagdrempelig referendum, zodat mensen direct hun inspraak kunnen geven en kunnen aangeven wat ze ergens van vinden. We willen ook op andere manieren willen we meer inspraak voor de Leidenaren garanderen. En uiteraard luisteren wij ook veel meer naar de Leidenaren dan wat wij vinden dat de andere partijen doen. Lokale partijen zijn sinds de jaren 90 niet meer weg te denken uit de politiek. Hun kracht ligt vaak in het directe contact met de achterban. Wat is jullie kracht, denk je? Nou, omdat we echt in de stad staan. De studenten staan midden in de stad. We zijn onderdeel van de jongere samenleving. We zitten elke dag in de kroeg, we lopen over straat. We maken echt de stad mee van heel dichtbij. En ik denk dat dat ook onze kracht is. Dus je kent de mensen? Ik ken de mensen heel goed. In ieder geval de jongeren van de stad. Ik denk dat dat er vooral in zit dat wij politiek door, voor en samen met de Leidenaren bedrijven. Dat zie je bijvoorbeeld ook als je naar onze kandidatenlijst kijkt. Onze lijst is een afspiegeling van de samenleving in de meest brede zin. En anders gaat het niet alleen om geslacht en etniciteit, maar ook bijvoorbeeld opleidingsniveau. Terwijl bijvoorbeeld de gemeenteraad, die bestaat eigenlijk bijna alleen maar uit academisch geschoolden. Terwijl wij juist een goede mix hebben van enerzijds hoger en lager opgeleide Leidenaren. Nieuwkomer Studenten voor Leiden mikt op 3 à 4 zetels. Partij Sleutelstad hoopt op minimaal een verdubbeling van de 2 zetels die ze nu hebben. Onze ambitie is 5 zetels. Dat is een aardige ambitie. Ja, dat is een verdubbeling ten opzichte van de vorige uitslag. En we denken dat dat zeker mogelijk is. Gezien er in Leiden de afgelopen jaren veel mis is gegaan. En ook veel Leidenaren het vertrouwen in de politiek hebben verloren. 42% van de jongeren zijn afgelopen gemeenteraadsverkiezingen gaan stemmen. Dat is schrikbarend laag. En wij vinden echt dat als wij allemaal gaan stemmen, dat is een kwart van de Leidse bevolking, nou dan hebben we echt wel potentie voor flink wat zetels.